Goedenavond, beste kijkers. We zitten hier in het gemeentehuis van Haren. En vanavond is een bijzondere avond. Onze uitzending ook heel bijzonder in het teken van de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart, komende woensdag. In Haren, om het maar even duidelijk te maken voor de mensen die niet in Haren wonen, maar via Bosdion kijken, zijn vier politieke partijen. Samenwerking 95, het CDA, VVD en Progressief 96. Nou, vanavond is er een debatavond hier in het gemeentehuis en de vier partijen die kunnen hun standpunten en hun visie op allerlei lokale activiteiten en problemen of bijzondere dingen kunnen ze hier duidelijk gaan maken. Nou, wij gaan het vanavond in onze uitzending heel nadrukkelijk belichten en we zullen u een hele tijd bezighouden en u laten genieten van de lokale politiek in de gemeente Haren, in de dorpen Biezenmortel, Helvoort, Haren en Est. Daar hebben we het dan over. Ik wens u heel veel kijkplezier en ik hoop ook dat u heel veel informatie krijgt en dat u wordt aangespoord om komende woensdag te gaan stemmen in uw eigen dorp. Bij mij staat Helma van Drunen. Zij is gemeentevoorlichter. En Helma, kun jij een beetje vertellen hoe dat vanavond hier in zijn werk gaat, dit politieke debat? Ja. Er zijn een aantal stellingen gemaakt. Die zijn gebaseerd op onderwerpen die door de politieke partijen zijn aangeleverd. Dus dadelijk komen de vier politieke partijen, één vertegenwoordiger daarvan, op het podium van iedere partij. En die gaan aan de hand van die stelling met elkaar in discussie. Als de debatleider vindt dat zij er genoeg over gediscussieerd hebben, mogen de mensen uit de zaal nog iets erover zeggen of iets erover vragen. En aan het eind van iedere stelling mogen mensen door middel van gekleurde kaartjes aangeven wie zij vinden dat het beste heeft gedaan van de politieke partijen. En dan gaan we over naar de volgende stelling. Oké, en hoeveel stellingen zijn er? We hebben er in principe vier voor de pauze en we hebben er eventueel ook nog vier voor na de pauze. Maar het is een beetje afhankelijk van hoe het debat loopt. Oké. Ja? Weet je ze zo uit je hoofd? Ja, ik mag ze niet zeggen. Oh, je mag ze niet zeggen? De politieke partijen hebben ze ook nog niet gezien. Oh, oké. Okay. Dus het is een verrassing. Oké, okay. Dan vol verwachting klopt ons hart. Oké. Okay. Welkom in het gemeentehuis. En de reden dat hier de burgemeester ziet staan is ook dat het verkiezingsdebat in ons huis gehouden wordt. Het huis van de hele gemeente Haren. En ja, dan kan eigenlijk de burgemeester niet ontbreken. Dus vandaar dat ik alleen maar de opening doe. En ik sluit het straks weer af. En het is me allemaal even lief. Elke partij, ik heb met alle vier de heren allemaal succes gewenst. En ik hoop dat u een geweldige avond heeft en een goed debat ontstaat. En we hebben uitstekende gespreksleiders. We hebben Gadi Lins. En we hebben Hans van Dussel. Ja? Ik was redelijk maar bezig om mezelf een keer voor te stellen. Ik kan hier iets. Ik ben journalist en schrijf onder andere voor De Leijen. Mijn medepresentator staat daar, is Hans. En Hans zal straks vooral de vragen uit de zaal halen. Als opmerkingen zijn, dus die komt in de zaal. We gaan aan de hand van stellingen discussiëren. En vier mannen hier gaan discussiëren. Daarna, jullie hebben allemaal kaartjes op je stoel liggen. Mogen we een kaartje omhoog, wie u het beste vond. Daarna komt Hans de zaal in om vragen uit de zaal op te halen. Dat is het beste idee. Ik wou graag de vier lijsttrekkers op het podium roepen. En misschien kent iedereen ze, niet iedereen ze. Tadaa. Johan van der Hand. Voordat we aan de stelling beginnen, stel ik voor dat iedereen eigenlijk in een minuut zichzelf even kort voorstelt.
een term, een soort reclame op huis houdt, waarom we op, ik wou zeggen, zijn of haar partij moeten stemmen, maar het zijn allemaal zijnen. Dus waarom iemand op zijn partij moet stemmen? Johan, wil jij beginnen? Ja. 1 minuut. Ja, Johan van der Draat. Ik ben bekend de laatste jaren, denk ik, vanuit Koolmondswerk, de foto erbij als wethouder, maar 35 jaar ben ik ook mogen werken in het basisonderwijs in dit gemeente. In Haren en in Helvoort. Ik kan een heel verhaal ervan maken, maar dat ga ik niet doen, maar ik heb maar 1 minuut. En daarin moet ik dan duidelijk maken dat iedereen gewoon moet stemmen op de lokale partij Samenwerking 95. Om verschillende redenen. 1. Dat we een buitengewoon sterk programma hebben wat niet overdreven is, wat kan, wat gericht is op de dorpen en wat past bij de 4 gemeenschappen die we hebben. Maar daarnaast ook hebben wij naar het verleden hebben we getoond en hebben we aangegeven, en die ervaring heeft ook iedereen meegekregen, dat wat we beloven we ook doen, maar wel met 2 tenen op de grond en als uitgangspunt samen. Wij gaan de komende 4 jaar samen met onze inwoners in de 4 dorpen een hele leefbare gemeenschap met elkaar verbeteren, want hij is al heel leefbaar, zodat onze buurtrouwen, die van Paul S, helpen en haar toekomstbestendig zijn voor heel, heel, heel veel jaren. Dat was om. Mijn naam is Roy Schotsen, ik ben lijsttrekker voor de VVD in Haren en ik woon in Mottel. Ja, waarom de VVD stemmen? De VVD heeft de afgelopen periodes bewezen dat wij een betrouwbare partij zijn die haar beloftes nakomt en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Wij hebben eigenlijk 3 speerpunten voor deze komende periode. Dat is dat wij gaan voor 4 leefbare, betaalbare en sociale dorpen. En wij zijn voor een solide financieel beleid zoals we dat de afgelopen periodes ook gevoerd hebben, waarbij de OZB niet meer dan minimaal verhoogd is. En wij zijn voor bestuurlijke zelfstandigheid voor onze mooie gemeente Haren, want wij zijn ervan overtuigd dat alleen dan de leefbaarheid op peil gehouden kan worden. Ja, de VVD is er niet alleen voor u die hier vanavond zit, maar wij zorgen ervoor dat de jongeren hier op kunnen groeien. Wij zorgen ervoor dat de ouderen hier oud kunnen worden, dat de ondernemers hier kunnen ondernemen en dat u hier allemaal gelukkig kunt wonen in onze mooie gemeente. Dank u wel. Ik ben Tina, geboren eigenlijk ook in Helvoort, nog steeds. Ik ben inmiddels ruim 10 jaar actief binnen de gemeentepolitiek. Eerst als 2 jaar in de steunfractie en de laatste 8 jaar als raadslid binnen de gemeente. Ik ben fractievoorzitter en ik ben nu voor de 2e keer ben ik lijsttrekker. Het belangrijkste wat wij vinden in ons programma is een herindeling. En waarom in herindeling? We zien de taken die op ons afkomen vanuit naar. Dat is heel leuk en aardig dat de gemeente dat maar doet. Alleen als we dan het benodigde geld ook nog eens een keer bijgeven, wat we daar speciaal voor nodig hebben en vooral met name in de zorg, dat is heel triest dat dat niet gebeurt. In de jeugdzorg gaan ze 140 miljoen bezuinigen. En waar de Rutte zei zelf, als de gemeenten slim zijn, houden ze daar geld van over. Ik heb meteen gezegd, dan hebben jullie 140 miljoen in de afgelopen jaren over de balk gegooid, want dan hadden die beter kunnen zeggen. En aan de andere kant willen wij dat de gelden die beschikbaar zijn in het sociaal domein, dat die geoorwerkt worden. En daar gaan wij voor het over 4 jaar. Dank u wel. Ja, mijn naam is Rijn van Poppel, ik ben lijsttrekker van het CDA. Ik zit sinds 2010 in de gemeenteraad, daarvoor was ik commissielid. Ik woon in de gemeente, of in het dorp Haar, uiteraard in de gemeenteraad. En wat mij heel erg opviel bij onze binnenkomst en onze ontvangst hier in de gemeente Haar, is dat het een hele levendige gemeente is. En dat is ook hetgeen wat we heel graag als CDA-fractie willen ondersteunen. Wij geloven erin dat de kracht vanuit de gemeenschap zelf komt, dat het met name ligt aan de inwoners en op welke manier zij zich actief en betrokken weten te zijn in het dorpsleven. Dat maakt dat je levendige kern hebt. Wij willen vanuit de gemeente en vanuit de raadsfractie willen zorgen dat we die burgers, die inwoners, die ondernemers kunnen ondersteunen in hun activiteit, dat ze dat de kern van het leven blijven. We zijn voor een intensieve ambtelijke samenwerking, maar wel met een bestuurlijke zelfstandigheid. Want dat is, zoals wij zien, de enige manier om ervoor te kunnen zorgen
dat je ook in de kleine kern, zoals u die hebt, denk aan Wiesemort of denk aan Hens, wel een lokale accent kunt leggen. En dat kun je wel vanuit een schaalgrootte van, zoals er nu is, bijna 14.000 inwoners. Maar die discussie is heel anders wanneer je dat moet gaan beoordelen vanuit een schaalgrootte van 80 of 90.000 inwoners. Dan trek je met name door die kleine kern aan het kort zijn. Stem op ons, omdat we gecreëerd zijn met zowel de PNS, Provinciale Staten, als de Tweede Kamerfractie. En we staan als gemeente voor een aantal hele grote uitdagingen. Op het gebied van sociaal domein gaat er heel veel op ons afkomen. En dat kunnen we niet als kleine gemeente alleen. Dat zullen we samen moeten doen met omliggende gemeentes, met Vught, met Sint-Nicolaas-Gestel en met Hofstel. Maar ook zorgen dat we een goede verbinding hebben met Provinciale Staten en met de landelijke politiek. We hebben dat de afgelopen jaren met Schaliegas gedaan. Dat is ons gelukt om daar draagvlak te krijgen. Zowel bij de Provinciale Staten als de Tweede Kamer. En dat willen we ook op andere onderwerpen doen. Dat was het voorstelrondje. Ik heb nog de zeven straks en de rest even pauze hebben om pakken. De eerste stelling haakt wel een beetje aan op wat Hein van Poppel zei van het CDA. Die gaat namelijk over lokaliteit versus landelijk. Want we wonen natuurlijk in een gemeente met een paar kleine dorpen, maar we wonen ook in een land. En er zijn een paar onderwerpen in de gemeente Haren die spelen, die ook landelijk spelen, zoals schaliegas. Dus de eerste stelling gaat over lokale partijen en landelijke partijen. En die is in eerste instantie voor samenwerking bij de Nederlander. Die mag deze stelling verdedigen. Die stelling luidt. Lokale partijen behartigen belangen van de inwoners beter dan landelijke partijen. Johan, ben je het natuurlijk mee eens, neem ik aan? Ja, daar is gewoon iedereen het mee eens. Dat kan bijna niet anders. Wat je op dit moment heel sterk ziet, en ik heb niet gezegd hoe lang ik al in de politiek zit, maar ik doe dat al echt al heel veel jaren met heel veel plezier en verschillende rollen, is dat we nu in een tijd zijn beland dat mensen enerzijds ook gevraagd wordt om heel veel dingen op zelf mee te gaan doen, de verantwoordelijkheid op bij mensen legt. Maar waar het vooral om gaat bij lokale partijen en bij landelijke partijen, is dat mensen betrokken willen zijn bij dingen die hen echt aangaan. Ik heb die ervaring op de laatste jaren als het gaat om een nieuwe reeksschool hier in Haren, de omgeving van de Milieustraat, de werkzaamheden aan de Lange Weg waar het woord moet worden. Bedenk maar iets, de mensen die daar bij betrokken zijn, die komen. Dus dat is zo belangrijk. En daarmee wil ik alleen maar illustreren dat je heel dicht bij de mensen moet staan. En ja, maar veel ik ga doen tegen andere partijen. Laten we heel eerlijk zijn, ik kijk naar het voorbeeld van schaliegas. Dat staat wel bij ons in het programma, we geven al een mailtje, dat staat niet zo'n schaliegas, wij zijn tegen schaliegas. Maar wij kunnen hier lokaal met onze inwoners kijken of wij voor schaliegas zijn of tegen schaliegas. En dan natuurlijk de proefboring en de uiteindelijke boringen. De VVD, landelijk, onder minister Kamp, die enerzijds de hoop heeft, zegt gewoon, en nou moet je nog even wat schikken, want hij moet met de Kamer nog wat, en met allerlei adviesinstanties. Maar de VVD is landelijk gewoon voor boren voor schaliegas. En dan roept hier de lokale VVD, en ik dacht dat ze lokaal gaat roepen, van wij zijn tegen het boren van schaliegas. Dus met dat voorbeeld geef ik alleen maar aan dat onze partijen, die ook een landelijke verbinding hebben, daar kun je ook de provincie er nog bij halen, daar alleen maar last van hebben. Wij kunnen kijken van beste mensen, wat leeft er bij jullie, wat voor maakheid van, wat kan er, dat hebben we straks ook aangegeven, niet alles kan, en dat kunnen wij aan handen. Hij is goed. Nee, jij hebt alleen maar last. Ja, de microfoon is ook lastig. Ik hoor dat jij eigenlijk alleen maar last hebt van je landelijke collega's. Ja, dat ben ik niet met jou allemaal wel te eens. En het voorbeeld wat ik net gaf is zeker heel illustratief. Juist voor de verbinding die je nodig hebt om ervoor te kunnen zorgen dat je een aantal grote ontwikkelingen die er misschien aan zitten te komen, zoals schaduwgas, dat je daar invloed aan kunt doen. Toen het in eind 2010, begin 2011 begon over schaduwgas, hebben we daar wat informatie over gekregen, toegekregen als fractie. We hebben
het actiecomité een keer bij ons gehad. Die hebben ons input geleverd en dat heeft ons wakker geschud. En van daaruit zijn we juist contact gaan zoeken met onze Tweede Kamerfractie en met de fractie van de Provinciale Staten. Om het beeld en de zorg die we hebben over de ontwikkeling die op het afdrijven kan, het voetwoord en alles wat daarmee samenhangt, om daar onze zorg over te uiten te delen en de verbinding te zoeken met die twee lagen, die verschillende lagen, provinciaal en landelijk, om ervoor te kunnen zorgen dat het belang van onze inwoners goed kunnen verdedigen. Ik weet niet of we mogen interpreteren, want er zijn dingen gezegd die wel heel bijzonder zijn. De proefboring in schaliegas kwam eerst met provincie. De provincie, al partijen de kans gehad om te reageren. Er is geen enkele partij om te reageren. Dat kwam pas toen de club die in schaliegas, met schaliegas drijven, dat smaakt omleiding van, op een gegeven moment actie ging voeren. En die deed dat heel gewiekst en heel fantastisch. Maar het mooie was, al die partijen die allemaal hadden zitten slapen, die waren diep onder de indruk. Ook toen de heer Vos van de Partij van de Arbeid met zijn bus kwam, omdat er in Helvoort een heleboel actievoerders van die groep plus die fietsclub uit Vught die ook wilde ondersteunen, dat maakt indruk meer dan dat het georganiseerde door de partij daarop stond. Dat kunnen we wel zeggen, maar het is juist ook de interne kracht die ervoor gezorgd heeft. En we kunnen nakijken in de subordinale kamer, want er zijn meneer Van Poppel, dat kun je wel zeggen, maar we hebben een helft over de gastenbos bij elkaar gezeten toen de eerste keer op schaliegas ging. Er zat daar meneer Martens binnen, volgens mij zit hij bij de provincie bij CDA. En die heeft letterlijk en figuurlijk daar gezegd: sorry mensen, maar wij hebben zitten slapen. We zijn het gewoon vergeten, we hebben het laten gebeuren. Ja, goed. Maar ze zijn dus nu wel wakker geworden. Wonen hier in de gemeente. Dus wij zijn net zo lokaal als jullie. Wij hebben ook activiteiten binnen de verenigingen. Wij hebben, sommige van ons hebben ook kinderen gehad of nog steeds hier naar de basisscholen gaan. Wij gaan hier naar de Milieustraat, we hebben hier onze boodschappen. Dus wat dat betreft zijn wij net zo lokaal. En ik sluit aan bij wat Rijn van Poppel zojuist zei. Ik draai hem om. Juist het feit dat wij onderdeel zijn van een landelijke partij kan heel veel voordelen hebben. En schaliegas is daar inderdaad een voorbeeld van. Wij hebben wel degelijk voordat de heer Vos van de PvdA in Boksel kwam aandacht gekregen voor schaliegas. En dat weet u zelf ook, dat was hier voor het gemeentehuis op het plein. En wij hebben die lijntjes niet alleen naar de provinciale staten, maar wij hebben ze ook naar de Tweede Kamer. We hebben ze ook naar de buurgemeente, we hebben ze ook naar de waterschappen. En in het verleden is al meerdere malen gebleken dat we daar ontzettend veel profijt van gehad hebben. Niet alleen op meneer Valsen, in de eerste raadsvergadering over het schaliegas, toen zei jouw eigen fractievoorzitter, die zei toen, wat leveren het op voor de gemeente Haarlem? Ja, maar wat heeft dat ermee te maken dat wij geen lokale partij zijn? Nee, maar we hadden het net over schaliegas en dat je een lokale partij wilt zijn, dat wil zeggen dat je meetbeeld heeft op hetgeen wat de lokale partijen de afgelopen jaren gepresteerd hebben in Brabant. Wilt u mij dan eens even uitleggen waarom de landelijke partijen wel subsidie krijgen voor de campagne en de lokale partijen niet? En dan kun je wel zeggen, wij zijn lokaal, maar jullie krijgen dan wel subsidie voor een campagne. Nou, dat kan ik vertellen, daar komt niet ontzettend veel voor krijgen en daar ga ik niet over. Maar dat doet er in deze discussie volgens mij niet zoveel toe. Waar het om gaat, is of wij de belangen van de inwoners van Biezenmortel S helpen ten haren kunnen behartigen. En ik ben ervan overtuigd dat wij als VVD, en dat zal ongetwijfeld ook voor het CDA gelden, daar net zo goed toe in staat zijn aan politiek 96 en samenwerking 95. En onze pluspunt is dat wij juist die directe lijntjes hebben. En los van het dossier schaliegas, geloof ik dat wethouder van de Dunga ook geregeld in Den Haag heeft gezeten voor het dossier de N65. En dat doen wij als fractie ook. En ik denk dat onze gemeente daar juist heel veel profijt van heeft. Dat zijn dus juist ook thema's die niet lokaal blijven op te lossen, omdat een groot deel van de besluitvorming boven lokaal plaatsvindt. Nou, maar laten we dan elkaar niet voor de gek houden. Ik ben bij de heer Scholz even. Zegt u terecht net een aantal punten. Maar die zijn er bijvoorbeeld niet bij, en terecht mijn collega wethouder die heeft zich wel daarvoor ingezet. En dat is door de VVD actie dat ondernomen. Maar hij heeft er niet bij gezegd toen onze wethouder, en dat had een VVD, dat is prima,
in Den Haag zat, een half jaar terug, om toch met die minister Kamp ook VVD te praten. Toen werd er niet ineens gek. En het is een beetje te ver van mijn bedshow, dat realiseer ik me. Hè. Dat ze een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten af moeten sluiten. Dat daar heel nadrukkelijk van de energiekontenkast in zit. Dus het zou best wel kunnen dat wij hier in Nederland, Europa, vanwege dat handelsverdrag, schaliegas moeten gaan boren. Had het dan ook nog even gezegd, dan was je eerder geweest. Nou, daar heb je dus wat aan de VVD. Nou, dat kunt u zeggen, meneer Van der Brand, maar ik geloof dat het standpunt van de VVDH in zaak schadelijk als luid en duidelijk is. Ik geloof dat we daar zelf de landelijke media mee gehaald hebben. En dat is het mooie ook van de VVD. We zijn een liberale partij, we mogen meningsverschillen hebben. En hier in Haren staan wij voor het standpunt van Haren. En in ons programma staan allerlei lokale items die echt niet in het programma van de Tweede Kamerverkiezingen staan. Dus wat dat betreft zijn wij net zo lokale als u en de heer Afton. Nou, ik vind het heel goed. Ik sta overigens niet in de krant en ik kom liever niet landelijk in de tv, maar dan ook als de inwoners hier tevreden zijn, omdat we dingen kunnen doen, want ik gewoon zie je, dus de lokale partij. Ik wil graag nog even van meneer Assink horen wat hij het voordeel vindt van de lokale partij zijn. Ik heb nu vooral ook veel op schaarigas gehoord. Ik wil graag nog even een reactie op de stelling. Heel goed, want als je dan praat over schaarigas, dan zullen we daar niet meer over spreken. Als je gaat praten over de intensieve veeteelt, als je in Brabant gaat kijken, dan is het wel dankzij de lokale partijen dat daar een rem op gezet is. Ja. Dat is als eerste. Nou, daar zijn we zelf mee geconfronteerd dat mensen na het uur de gemeente om opgebeld hebben, hoe hebben jullie dat klaargespeeld, hoe hebben jullie dat gekregen? We weten andere problemen wat hier speelde, wat er was. En die grote meneer Waarders heeft daar een grote stemming gehad, die heeft heel veel meegekregen, maar ook mensen hebben daarop gereageerd, hoe hebben jullie dat als lokale partij gedaan? Waar wij dank voor zijn, en dat hoor je dan wel meer mensen zeggen, want vanuit Den Haag is Brabant en de lokale partijen, en Brabant is het spaarpotje voor de Randstad. En het is goed dat er lokale partijen zijn, die krijgen nog iets voor elkaar. En waarom? Met name de bekendheid hiermee. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. Ja, maar die begrijp dus niet, want ik kom te kort in deze gemeente. Ja, het is altijd de VVD geweest, en sinds dat je ziet dat de lokale partijen wat meer succes hebben, sinds het in één keer de lokale VVD. En dan denk ik bij mezelf, zijn er dan twee partijen, de VVD of is het lokaal VVD? Is dat dezelfde CDA, lokaal CDA of is het dan een CDA? Wat is het nou? Ben je een lokale partij of ben je een landelijke partij? Wij zijn afdeel van een landelijke partij, lokaal. Nee, dankjewel, je bent een onderdeel van één landelijke partij. Dat klopt, maar het wil niet zeggen dat wij op alles anders denken, want het zou niet verbazen dat bij Tweede Kamer kiezen ook niet voor de SP gaat stemmen. Dus dat, die logica is niet prima, maar dat wil niet zeggen dat wij geen. Nou, het is voor mij niet belangrijk op wie jij gaat stemmen, want dat weet ik wel, anders ben je geen liberaal. Ik wilde deze stelling maar eens gaan afronden. De stelling was dus: lokale partijen, oh, hij staat daar ook, hebben jullie. Hoef ik mij niet op te lezen. De briefjes mogen de lucht in. Ik heb het dan misschien een vraag vanuit de zaal. Ik heb iemand in. Kan ik iemand dan. Waarom krijg je om een vraag te stellen aan de lijsttrekkers? Nou, ik heb het anders. Ja, ja. Gelukkig is het alsjeblieft. Ja. Die naar de bekende weg vragen, hoor. Correspondent zijn eigenlijk een leiding. Even met een tussenzinnetje. Dat de VVD tegen verhoging van de OZB was. Maar nou interesseert me het veel meer wat ze de komende 4 jaar gaan doen. Nou, ik neem aan dat de heer Barends als zeer politiek betrokken persoon in het verkiezingsprogramma uitgebreid heeft doorgegeven. En daar staat ook in dat wij de OZB, zoals we de afgelopen 4 jaar ook gedaan hebben, niet meer dan met de inflatiecorrectie gaan verhogen. Als dat een antwoord op de vraag is, dat was het wel. Maar wie nog één vraag stellen misschien? Hoe denken de heren als lokale partijen aan tafel komen bij de provincie of Rijk? Er is een tendens op dit ogenblik dat er steeds meer projecten in samenspraak gaan met de provincie. En zelfs een Rijk, dan wordt het door uitgevoerd. Hoe denken daar de lokale partijen over om aan tafel te komen met de provincie of zelfs de Rijk? Meneer Van der Laf. Het is namens samenwerking bij de lokale partijen hier antwoorden. Het is andersom. Vanuit Rijk worden alle zaken op het bord van de gemeente getrokken.
provincie eigenlijk ook. De jeugdzorg van de binnen van de provincie is straks van ons. Wat er gebeurt is, en dat wij dat als gemeente op gaan pakken, dat doen wij, en dat weet waarschijnlijk ook in heel sterk regionaal verband, sub-regionaal klein aantal gemeenten, veel gemeenten. Dat doen we gezamenlijk en we zitten gezamenlijk ook met al die partijen, met al die gemeenten en soms de partijen die daarbij horen, ook met de provincie. De provincie heeft ook een aantal vaste gesprekspunten, bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, maar we spreken die keer per jaar met de provincie aan tafel zitten. Als het gaat om bijzondere dossiers, en dat kunnen we hier in onze gemeente ook noemen, hoeven wij ook maar gewoon als lokale partij te bellen en zeggen, nou, en dan kijk ik nu wel even naar elkaar, dus misschien wel niet als fractievoorzitter van Samenwerking 95, maar als wethouder wat ik 4 jaar was, dus ik zal wel even vooruit denken, dat moet ik even terug herhalen. Als wethouder mag je gewoon bellen, dan ben je wel op een provincie, maar je moet wel met iets komen. En als lokale partij kun je met iets komen, omdat je weet wat in het dorp nodig is en wat er leeft, wat belangrijk is. Maar waarom zijn er dan zoveel gemeenschappelijke regelingen? Dat doe je toch samen met elkaar? Anders zijn er die toch niet? En dat wil niet zeggen dat er lang contacten zijn. Want als er die contacten die zijn, dan krijg je genoeg geen gemeenschappelijke regelingen door elkaar. Nee, je komt als vertegenwoordiger van een gemeente. Je komt met een functie. Je komt niet als randje van puffelen van FC Levendig. Je komt dus echt namens een gemeente. Maar dat is volgens mij wat anders dan de vraagstelling waar. Hoe kom je als lokale partij, dus als partij, niet als gemeentebestuurder, als wethouder, hoe kom je dan aan tafel bij de provincie of bij het Rijk? Ik denk dat ziet niet, meneer Van Poppel, dat een gedeputeerde of een medewerker van de provincie vraagt van welke politieke partij bent u? De vraag is waar komt u voor, namens welke gemeente en wat is het gesprekspunt? Maar dan heeft het nog steeds over een rol als bestuurder en niet als een politieke partij, als een lokale politieke partij. Hoe vaak bent u de laatste 4 jaar als lid van het CDA op de provincie geweest om iets te bespreken? Los even van het schaligasgebeuren wat ze vergeten waren. Nu draait u de vraag om, maar de vraag is, hoe kom je als lokale partij, als politieke partij, bij de provincie, bij de provinciale staten bijvoorbeeld, ook als je die politieke vertegenwoordigt? Heb je niets te zoeken? Die hebben de verantwoordelijkheid. We hebben jaren terug 1 keer een gezamenlijke Brabantse partij onafhankelijk fracties gehaald. En waarom ontstond die? Omdat al die partijen tegen de herdendeling waren, dus we praten in de jaren 90. Het mooie was op het moment dat de herdendeling op in de provinciale staten geagendeerd waren en dat gediscussieerd werd, zie de heer Baans, zie ik instemmend knikken, want die weet dat nog, was meneer Van der Kallen, de enige vertegenwoordiger van de Brabantse onafhankelijke fractie, was op vakantie. Dus daar heb je helemaal niks aan. Maar dat zegt dan weer niets over dat lokaal gebeuren dan over ons. En ik ben geen wethouder geweest. En ik kan u verzekeren dat ik geregeld, zeker nog afgelopen zaterdag, ben ik nog met collega politici van de VVD uit de regio, provinciale staten, Tweede Kamer, op pad geweest. En dan bespreken wij ook zaken. En dan ben ik dus niet in de functie. Dus nee, maar dan komen ze vanuit de Tweede Kamer, de landelijke partijen, komen ze hier naar het dorp toe om voor het dorp te ondersteunen. Dus de landelijke partijen in het dorp te ondersteunen in hun campagne. Maar als die graag dat je naar het provinciehuis wil, dan bel ik op en maak een afspraak. Dan stap ik hier vanuit en dan rijd ik hier naartoe en dan kom ik binnen. Sluit deze. Ik moet even wachten, soms dat het lichtje groen is. We sluiten deze discussie en stelling af. En nu mag er echt met briefjes gewappend worden. Wie heeft de stelling het beste verdedigd? Ik kan het beter zien. Hij zegt, jij wel eens van dat. Ik zie dat er zelfs iemand zegt dat die briefjes. Dus, de stelling. En die is voor het CA in eerste instantie. Verenigingen die het zonder financiële steun van de gemeente niet redden, hebben geen bestaansrecht. Dus het is een beetje omgekeerd waarschijnlijk van wat u vindt. Hoop ik. Ja, ik vind dat nog wel een korte bochtstelling. Want dat zegt verder niks over de rol van de vereniging zoals die in de dorpen een rol krijgt. Of hoe dat die
bijdrage tot de leefbaarheid. En daar is het nou juist op bedoeld. Een vereniging kan, het kan best een kleine vereniging zijn, die niet zonder financiële steun uit de gemeente kan opereren, maar die toch een heel belangrijke rol vervult in de ondersteuning van de leefbaarheid. En wat dat betreft is het mij veel te kort door de bocht om te kunnen zeggen, rond te stellen, een vereniging die niet zonder overheid steun kan, die niet zonder gemeente steun kan, die heeft geen levensvatbaarheid. Dat is veel te kort door de bocht en dat gaat er een jaar om, dat je die vereniging ondersteunt, die wil je bijdragen. En dat is een heel andere discussie dan kan de vereniging het eigen doel ophouden. Maar meneer Van Poppel, dat wil dan zeggen, als de vereniging het niet kan betalen, dan moeten ze maar een soort sterfhuisconstructie doen, want die moeten daar geld aan doen. Iedere vereniging, die moet ervoor zorgen binnen die gemeente dat iedere vereniging bestaansrecht heeft. En waarom moet je daarvoor zorgen? De verenigingen, dat zijn degenen niet van de gemeenschap. En die zorgen voor de leeftijd binnen de dorpen en die zorgen voor de verbinding. En we kunnen dan niet meer allemaal met z'n allen gaan voetballen of gaan tennissen of gaan hockeyen. Je hebt nou eenmaal verschillen in gemeentes en of in verenigingen wat ze willen doen en wat ze aan willen bieden aan de burgers. En of het nou groot of klein is, maar dan zul je een duidelijke afweging moeten maken van moeten we daar geld in stoppen dat ze bestaansrecht hebben, ja of nee. En dan moeten we misschien bij de ene iets meer geld doen, bij de andere wat minder. Maar het zijn dan zo. Maar jullie de leefbaarheid waarborgen in de dorpen, dan zul je daarvoor moeten zorgen. Ja, en dat is dus ook precies wat ik zeg. De vraag of een vereniging financieel in staat is om de eigen roep op te houden, dat is een hele andere vraag dan de rol die de vereniging kan spelen in een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Die staat onderscheidend. Ja, maar of die vereniging de eigen broek op houden, daar staat ermee. Waar is de vereniging gehuisvest? Wat zijn de kosten van de huisvesting? Wat voor huur moet ze eventueel betalen? En wat voor materiaal hebben ze nodig waar ze de leden mee kunnen voeren? Dat is wel belangrijk. En daar moet je dan wel verdorie goed naar kijken om dat te kunnen regelen. Dat moet je ook hebben. Ja, het is net, ik zet het jullie nog even af, het is net smakelijk. Het is net hoe je het bekijkt. We hebben heel veel jeugdpils in de vier dorpen. Die hebben hartstikke goed, die kunnen buiten spelen, die kunnen sporten, die kunnen bij de scouting, die kunnen lekker zelf op de fiets naar de action. Of weet ik wat allemaal doen. Het zijn prima scholen, of die gaat er nog komen. Dat is heel belangrijk. Als ze wat ouder zijn, dan zoeken ze andere dingen. Dat is belangrijk dat ze dat kunnen doen. Maar daarnaast, in die extra's, daar is een hele grote betrokkenheid van, en dat is het mooie van de dorpen, van verenigingen, van organisaties of van buurten. En het belangrijke is dat je het verschil gaat zien van wat moet je nou doen, er komt veel aan. Vorig jaar hadden we een S op de S Stroomburg, een geweldig muziek evenement. En zo kun je een heleboel voorbeelden noemen. Deze clubs komen niet eens vragen bij de gemeente om subsidie. Het belangrijkste is dat de gemeente even niet in de weg loopt als het gaat om vergunningen en dergelijke. Maar je hebt ook verenigingen, zeker met de jeugd, meneer Assing, het maakt niet uit, maar het is gewoon die van de badmintonclub vanavond niet, maar die gaat elke week, maar je gaat die met die jonge kastjes, gaat die badminton in Elfort in de sporthal. Maar die zaal is hartstikke duur. En dan heb je er geen 40 die met een behoorlijk wat contributies, nou daar moet je voor zijn. Maar durf ook een keuze te maken tegen de voetbalvereniging te zeggen van, het kost allemaal heel veel geld. En wij samenwerken 95 hebben gedaan, is de laatste jaren ook gezegd tegen de vereniging, wacht even, we pakken over de hele breedte alles. We gaan overal naar kijken wat kan en wat niet kan. En wij durven te zeggen van, en daar komt een beetje af, en daar komt een beetje af. Helaas, dit kan niet meer. Hier verwachten we wat meer inzet van jullie, maar in ons verkiezingsprogramma staat, en nu zijn de grenzen bereikt als het gaat om verenigingen, organisaties, subsidies. Dat is de grens. Die komende 4 jaren blijven ze niet krijgen. Als basis voor de leefbaarheid in Wiesemortel, SH en Aarhofo. Ja, en daar heb ik meteen het verschil met onze VVD, want wij gaan niet zeggen, hier moet een beetje af, daar moet een beetje af. Wij gaan samen met de vereniging kijken, waar kan eventueel iets bijgeschaafd worden. En dat mag nooit, nooit ten koste gaan van het voorbestaan van bijvoorbeeld de voetbalverenigingen. En dat is belangrijk, want ik sluit aan bij mijn collega's, dat die verenigingen een centrale rol spelen in onze dorpen. Maar dat mag niet ten koste gaan van bezuinigingen of een partij of een gemeente die zegt, en hier moet dat en dit kan niet en dat kan niet. Wat knap, de heer Scholz gaat bijschaven. Normaal is het al afschaven. Vorig jaar stonden wij hier met een pilsje, het was niet in het jaar nog zo te discussiëren, en toen hoorde ik de lijsttrekker van de VVD nu een heel ander standpunt over het subsidiëren van verenigingen. Ook dit is de voetbalclub. Weet je nog wat je toen zei? Ja, we moeten stoppen met die subsidies aan de vereniging. Ook aan VCB, die ze mogen. Nee, en
Nou, doet u. Ja, dat zei je wel. Ja, nou, dat zei je wel. Op hetgeen wat mijn voorganger al lange tijd beklijft. De VVD is wel voor een andere vorm van subsidiëring. Dat we niet meer puur en alleen gaan kijken. Dit zijn de verenigingen en dit is een pot geld die we verdelen. Wij zouden wellicht liever zien dat we daar een meer persoonsgebonden. Ja, we moeten een soort persoonsgebonden budget of subsidiëring van maken. Nee, dankjewel, want dan volg je fractievoorzitter, want dan kom je dadelijk weer in het beroemde rugzakje nog natuurlijk. Hoe ziet de VVD een constructie van een persoonsgebonden subsidie aan verenigingen? Die is mij niet helder. Nou ja, het gaat mij te ver, omdat hier nu helemaal tot in detail uitwerken. Wat ik niet zeg, is dat wij de subsidies van moeten schaffen. Dat begrijpen we allemaal. Maar we moeten kijken van hoe we. Nou, nee, de gemeente Heumse, daar hebben ze een dergelijk systeem. In de gemeente Heumse krijgen inwoners die krijgen wat de Heumse pas heet. Ja, maar we zitten hier in de gemeente Haren. Ja, maar ik begon mij de vraag hoe ik dat zie. En dit is een voorbeeld van hoe het zou kunnen, meneer Assens. In de gemeente Heusden krijgen inwoners een soort van heuvelpas die zij in kunnen zetten bij verenigingen waardoor zij korting krijgen of subsidies of iets dergelijks. En verenigingen die kunnen dat dan weer declareren, noem het maar even zo, bij een gemeente. Nou, daar zouden we naartoe kunnen gaan. Ook dat zou niet direct ten koste mogen gaan van het voorbestaan van de verenigingen. Want nogmaals, en zeker de voetbalverenigingen, maar we hebben tal van verenigingen en evenementen ook in de kunnen ze zelf vast naar de voedselbank rijden? Wat zegt u? Kunnen ze met diezelfde pas naar de voedselbank in Heusden? Nou, dat zou goed kunnen. Dus om uw woord te herhalen, ik woon in de gemeente Haren. Maar goed, dat mag ook, zo'n systeem mag niet ten koste gaan van die verenigingen. Verenigingen die echt niet alleen kunnen, en zeker verenigingen zoals bijvoorbeeld badmintonclub van de heer Assing, die gebruik maakt van een hele dure sportaccommodatie, daarvan zou je dus kunnen gaan kijken van nou, hoe kunnen we dat dan op gaan lossen? En nogmaals, het moet altijd van twee kanten komen. Dus het is niet zo dat de gemeente naar de voetbalclub moet gaan en moet zeggen. En hier houdt het op. Nee, we moeten samen kijken hoe kunnen we dit oplossen. En het is gewoon gebleken, en dat weet de heer Van der Kamp ook, dat er her en der wel wat besparingen te halen zijn. Maar dat mag ook niet eens belangrijk zijn. Het belangrijkste is, en dan kijken we naar de kwaliteit van de voetbalvelden. Dat voor die een eigen beheer te geven, dat daar de kwaliteit van de steden is. En daar draait het ook om. Nou, daar ben ik heel blij met de laatste. De speur ook in de betoog, en ik ben zelf ook heel actief met jeugd en zo. Dat wonder ik net zo dat van de heer Assing. Het punt is gewoon van, je kunt dat niet gelijk trekken. Je kunt niet voor elke inwoner toch een bepaalde leeftijd in de gemeente Haren een x-bedrag beschikbaar stellen. Want in de jeugdvereniging, waar je zelf leider bent en misschien ook wel heel veel andere taken doet, dat kost veel en veel meer dan met 11 voetballers of met 16 van een team op een voetbalveld. En ik geef in de laatste woorden van uw betoog ook aan, en ik sta helemaal achter, als je de verenigingen bijvoorbeeld, komt ook uit de koken van uw wethouder van de afgelopen 4 jaar, 10 grasmakers in gegeven en zelfs uiteindelijk ook een sproeiinstallatie, dan zie je dat de mensen zelf, heb je het, zelf, heel belangrijk, met die bijdrage die ze daar krijgen, geweldig veel goed werk kunnen doen en dat is heel erg veel op vooruit gaan. En dat krijg je niet voor elkaar met persoonsgebonden subsidiebudget of net hoe je het noemt. En ik ben er ook voor niet alleen met geld te werken, maar ook met de activiteiten. Doelgroepen en activiteiten, daar komt op de goede plaats. Hè. Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat u als wethouder die berekeningsinstallatie. Nee, daar maak ik bezwaar. Mevrouw de Heer, nu ben ik ineens wethouder als het goed uitkomt en als het niet goed uitkomt. Als wij sterker. Vind ik ook prima. Ik vind het heel mooi dat u die berekeningsinstallatie doet. Omdat is nou juist een van de dingen die we vanuit onze rol als oppositiepartij afgelopen periode wel voorgesteld hebben. En het werd gesteund door alle partijen. Dat is zo. Alles, jongens, eens hadden we dat niet verder. Maar het is wel een van de dingen die uit onze koker gekomen is. Om juist die vereniging ook te ondersteunen. De kwaliteit van de velden. Als wethouder heb ik dat anders ervaren. En ik kan me nog herinneren dat mijn partij, lijsttrekker van samenwerking, die met een motie kwam en zei, nou is het afgelopen, daar doen we wat minder ook en daar schuiven we wat, dat stellen we in een aantal jaren uit, maar dat is niets van CDA, staat samenwerking 95 motie. Zoek maar op motie subsidie te leiden.
Ja, subsidie beleid, maar dat is een ander hoofdstuk. We hebben het nu over de ondergrondse beredeningsinstallatie jaargewerkt. Dat hoort het subsidiebeleid, hè? En dat is een subsidiebeleid, maar we hebben ook, toen dat op de agenda stond, het hele subsidiebeleid, hebben we ook even heel nadrukkelijk gekeken, wat betekent dat nou voor de verenigingen? Want daar zitten heel veel verschillen in de verenigingen. Er zijn verenigingen die toegespitst zijn op senioren, er zijn heel veel verenigingen waar veel jeugdleden bij zijn. In het voorstel wat er lag, wat op de agenda lag, werd een onderscheid gemaakt tussen jeugdleden boven de 12 en jeugdleden onder de 12. Maar er zijn een aantal verenigingen, juist heel veel jeugdleden onder de 12. We hebben ervoor gezorgd dat bij de berekening van de subsidietoelage, dat ook de jeugdleden onder de 12 daarin meegenomen werden. Want anders dan zou dat een behoorlijke financiële wissel op die vereniging trekken. En dat is hoe heb je daar dan voor gezorgd? Nou, omdat er een motie voor in de... Sorry, merk ik daar niet van. Nou, dan zou het kunnen zijn dat of in de uitvoering iets misgaat. Dat weet ik niet, daar kan ik voor nu natuurlijk op reageren. Of dat er om een andere reden. We worden nu te specialistisch politiek. De volgende stelling, daar gaan we het maar heel kort over hebben. De tussenstelling noemde iemand straks. De Haarlemse politiek is saai. Want iedereen is er altijd met elkaar eens. Behalve net. Ja, meteen de zaal even. Nou, ja, hij van Poppel zegt, kijk ze mij uit. Dat weet ik niet. Hij wil daar de microfoon. Maar je mag ook eerst zeggen. Nou ja, ik kijk eventjes naar de cameraman, want die kijkt mij aan. En hoogstwaarschijnlijk refereert er aan, sta ik bij dan. Ja, lokale politiek is over het algemeen denk ik niet erg sexy. Dus wat dat betreft denk ik, ja. Dat kun je ook wel een beetje afleiden uit de belangstelling voor allerlei debatten. En sowieso als je dingen organiseert, raadsvergaderingen. Ja, als er iets is wat een bepaalde groep heel erg bezighoudt en grote effecten doorheen, dan zie je het publiek op de tribune. Maar over het algemeen is dat een heel druk. Dat is eigenlijk heel jammer. Een eens dus, dat waren we even vergeten. Dus een rondje eens oneens doen. En van Poppel eens. Ik ben het een beetje oneens, maar het ligt eraan wat de punten staan er op een agenda, of de mensen erin geïnteresseerd zijn, ja of nee. Als het normaal, een doorsnee agenda is, dan gaat het hele over wet en regelgeving. Dan krijg je denk ik dat sommige mensen dat saai vinden. En dat is voor ons misschien ook wel een soort taaie kost. Maar als het personen aangaat die komen inspreken, en daar vindt dan een debat over plaats, dan wordt het een ander verhaal. Meer de sprookje. Ja, ben ik het eens of oneens, dat is lastig. Inhoudelijk ben ik het er mee oneens, maar ik vind wel dat er wat verjonging in de haat mag. Dus dat is het probleem. Oud is saai, dan vanaf wanneer nog? Nee, we moeten hier. Persoonlijk vind ik dat we hier in Haarlem wel eens wat meer lef en wat meer durf mogen tonen. En niet altijd moeten blijven hangen in het klassieke overheidsdenken die we gaan. Durf maar eens gewoon. Het voortouw te nemen en ik ben er wel van overtuigd dat als er een keer nieuwe mensen inkomen en ook jonge mensen, dat wel zal veranderen. Ik ben 58, is dat nou? Ik vind het oud. Ik vind ons zelf absoluut niet saai, maar onze inwoners hebben daar heel, heel weinig belangstelling voor. Laat elkaar niet van gek houden, het is zo. Maar in de raad is dat geen punt, er roept wel iemand het heen, of provincie. En dan hebben we de huidige fractievoorzitter van de VVD, die zorgt wel dat het van alles te beleven is. Waarom eens oneens? En dan wou ik daarna eigenlijk aan het publiek vragen om te kijken wie zijn eigenlijk over de hele avond het beste vonden met stembriefjes. Laatste stelling. De gemeenteraad is tekortgeschoten in bouwen voor jongeren. Oneens. Want er komt heel wat aan voor jongeren en het heeft heel veel tijd gekost. En alle vier partijen in de gemeenteraad hebben daar hun schouders onder gezet om dat voor elkaar te krijgen. Ja, zeker wat de afgelopen periode betreft ben ik het daarmee oneens. Zoals Johan van der Kant al aangeeft, er gaat heel veel gebouwd worden in Helvoort, in Haarlem, maar ook voor Biesmochel en Nestleden komen klaar. Dat het sneller had gekund, daar ben ik het wel mee eens. Maar we moeten nu vooruitkijken en ik denk dat er heel veel mooie plannen op stapel liggen.
En dan moeten we zeker, nu moeten we dat nu niet weer laten liggen de komende jaren. Dus we moeten daar absoluut aandacht voor blijven houden in alle dorpen. En ja. Ik ben het raad. Ik krijg het aan eens te, oneens te zijn met de stellen. Maar er zit wel een maar aan. Een belangrijke maar. Want er liggen heel veel bouwplannen. Eigenlijk uitvoeringsklaar. Wat we als raad naar onze opvatting niet goed opgepakt hebben, is de financiële ondersteuning voor de starters. Want als we dat op een andere manier hadden gedaan, hadden we naar ons idee. Je moet wel als dat mag ik ook nog interpreteren, als ik dat ding gezegd wordt, die knop in de samenwerking 95 keer 3 jaar terug een op de tafel van de raad gelegd. Klopt, amper een handjevol kandidaten opgeleverd. Je moet het plaats in deze tijd en laatst alle foto's te geven voor de raadsvergadering. Voor de raadsvergadering laat ik een verhaal van huurwoningen. Dat is heel veel vraag. Jongeren en huurwoningen. 12 in de mijn garantie. Mooi dat we niet afwerken. Goede prijs, scherpe prijs op basis van de grondprijs die de raad besproken heeft. Wat zegt het CDA? Wij hebben nog wel even 2 maanden bedenktijd nodig. Ik maak groot bezwaar namens samenwerking bij de dat CDA hier zegt van er is te weinig aan gedacht. Probeer het zelf. Nee, dat moet u anders zien, maar dan moet u het hele verhaal vertellen. Dat stuk grond in de wijngaard is een stuk van 3200 meter. Er wordt net al 1900 meter een bouwgrond van verkocht. En de vraag die bij ons op tafel ligt, is dat de handels in de niet? Wat doen we met die andere 1200 meter? Dat is rechtsgrond. En dat kunnen we dus eigenlijk niet meer kopen. En dat betekent een fors verschillende opbrengst. En dat is voor ons eventjes de reden waarom dat we daar nog even wat hebben gegeven. En even terug op de stimuleringsregeling. We hebben in 2011 al aangegeven. We vinden dat er een ondersteuning moet komen. Maar er is een landelijke regeling. Waarom sluiten we in hemelsnaam niet aan bij die landelijke regeling? Die gedekt wordt vanuit de Nationale Hypotheekgarantie. En al de andere waarborgen en voordelen heeft. En waarschijnlijk meer mensen kunt helpen met minder lokale middelen. En dat is ons punt. Dat hadden we denk ik. Daarmee hadden we uiteindelijk, als we dat toen besloten hadden, meer mensen kunnen helpen. En dat ik zie een hoop volwaardigheid bij andere mannen. We zouden deze stelling kort discussiëren. Ja, eerst meneer Assen. Dankjewel. Ik ben het oneens met stellen. We hebben de pech dat we met de crisisjaren hebben gezeten, dat er weinig gebouwd werd. En we zitten, en je kunt wel zeggen, nou, ben je daar schuldig of ben je daar niet schuldig aan? Er worden plannen op tafel gelegd en dan ben je toch afhankelijk of de plannen niet gekeurd worden, ja of nee. En er zijn altijd mensen, en dat recht dat hebben ze, dat ze naar de rechter stappen, dat ze het niet met de plan eens zijn en dat ze zien wij dus indienen. En dan krijg je ooit hele lange procedures voordat je recht kunt. Maar nu op dit moment moet er eigenlijk juichen wat er op tafel of wat er op de rol staat, wat er gebouwd gaat worden. Dan komen we eens een keer en helpen kijken, dan zou ik wel zonde hebben om te zien waar dat er gebouwd gaat worden. Dat vind ik het belangrijkste. En nu is een keer de jeugd is aan de beurt, en dat is belangrijk. Heel even kort de jeugd gezet. Ja, nou ik wil ook nog heel even kort reageren op die startersregeling waar de heer Van Poppel het over heeft. Het is heel leuk en aardig dat het CDA dat in 2011 genoemd zou hebben, maar in het raadsvoorstel zoals dat begin dit jaar of eind vorig jaar aan de orde is gekomen, stond dat de aanleiding was de motie van de VVD. En ik herinner mij ook nog dat het CDA was die heeft gezegd we moeten alleen die, bij voorkeur alleen die landelijke startersregeling pakken en de regeling zoals we die hier hebben met betrekking tot financiering voor bouwgrond, die moeten we laten vervallen. Dus ga mij en alle mensen hier in de zaal niet wijsmaken dat u die regeling zo goed opgezet heeft, want dat is gewoon absoluut niet waar. Als u mij goed had verstaan, dan heb ik dat ook helemaal niet gezegd, dat zijn die regeling goed opgezet hebben. Maar u schreef het vorige week wel erg. Nee. Wat wij steeds hebben aangegeven is, sluit als lokale, als kleine gemeente aan met de landelijke regeling die er is. Dat is goed doordacht. Dat geeft veel meer mogelijkheden dan de lokale regeling. Ik wil heel graag naar de verkiezingsprogramma's. Bij ons samenwerken bij de neemt, die flyer waarschijnlijk afgelopen weekend alweer deze dagen gehad. Daar staat, we bouwen in alle vier de dorpen. De plannen liggen er. Wij gaan bouwen voor de starters. Wat wij toegevoegd hebben is dat we het gefaseerd gaan doen. Wij willen als samenwerken bij de neemt dat extra gaan benadrukken. Niet hele plannen vol. Nee, gewoon per plan elk jaar een aantal en natuurlijk ook die hele schoon doorgaan. Ja, hou en. Zijn er nog. Jongen, ik heb hier nog een paar zaken. Pak zaken, zijn er vragen? Ja, zeker. Hoe is dat jongen, hè? In S? Ja, dat is niet goed.
Woonruimte? Is, kunnen ze wonen, kunnen ze blijven wonen in een kleine kermis? Ja, ik kom wel weer terug in ieder geval naar het dorp. Dus wat dat betreft, maar ik ben niet voor een jongerenwoning in aanmerking gekomen. Maar ik denk wel dat er wel de plannen liggen om in de toekomst, wat we horen van de mede toekomstige dorpsgenoten, is dat die wel mogelijkheden zien om in de toekomst wel in Est te kunnen gaan wonen. Dus wat dat betreft zie ik, denk ik wel dat er in ieder geval plannen liggen om dat in de toekomst voldoende mogelijkheden te bieden voor Essen jeugd. En zoals ik hoor zijn er ook in andere dorpen de plannen, dus wat dat betreft denk ik dat ze daar wel in geslaagd zijn om de plannen in ieder geval te vormen. Die jeugd heeft toekomst, toch? Ja. Voor mijn algemeenheid, de vragen zijn in de zaal, dan gaan we daar is ook een... Ik heb een vraag over de orde over zwerfvaart. Ik hou van wandelen, dus ik loop een beetje door het dorp waar we wonen. Ik ben zelf ook sinds enige tijd vrijwillig bij de zwerfvaart. Om dan met een prikkeltje bij te houden en zo. Dat vind ik prima allemaal te doen, maar ik zie het zoveel troep. En niet alleen bij ons in Biezenmorten, maar in al die dorpen. En het wordt eigenlijk alleen maar meer, natuurlijk. En ook bij de N65, dan zie je enorm veel. Hè, wordt het samen, een grote actie waar we dan allemaal prima zijn. Maar ik denk van, kan dat niet op een andere manier, ook waar meer de bewustwording van mensen, dat ze dat minder gaan doen. Het is echt schandalig wat je allemaal op allemaal ziet doen. Zelf hebben we dat niet gemeten. Dat is echt goed. Ja, zeker zelf doen, maar ook denk ik dat de gemeente iets meer kan faciliteren in samenspraak met. Als het gaat over bewustwording, dan hebben we bijvoorbeeld dit bij de jongeren, bij de kinderen, maar ook de ouders. Want de ouders geven het voorbeeld. En ik denk dat daar ook veel meer bij kan. Maar daar wil ik ook graag even de vier partijen daarover denken. Van, wat, hoe kunnen we daar meer handen en voeten aan geven? Want ik kan wel blijven prikken en een paar meer van mij, maar dat zie je niet op, dat is niet voldoende. Nou, probeer allemaal nog even te reageren en... Ja, dat is goed, u wilt ook centraal inkopen, misschien kunnen jullie prikkers centraal inkopen. Dat is straks nog op de beurt. Nee, ja, dat is wat we als gemeente aan doen. Het is wat we direct aangeeft, de bewustwording bij de mensen zelf komen. Ik geloof dat de gemeente ook wel ontzettend wel een campagne heeft aan het doen. In ieder geval zie ik voorbij komen. Ja, wie kunnen het echt doen? Dat zijn de mensen zelf. En onze waardescholen die spelen daar een grote rol in. Die doen dat ook goed. Maar ook verenigingen, bijvoorbeeld de Schoutersclub. En dat weet ik dan uit eigen ervaring dat we daar ook aandacht aan besteden. Over 3 weken is er op zaterdag geloof ik de wandelende zwerfvelden actie. Nou, daar zal in ieder geval de Schoutersclub mochten ook aan meedoen. En ja, op die manier moet je dat stimuleren. Maar ja, hoe kun je dat als gemeente echt, jij kunt moeilijk de mensen allemaal persoonlijk op gaan pakken en zeggen, dit mag niet. Ja. Maar dat moet wel aandacht voorbij zijn, aangesteld worden, dat vind ik helemaal niet. Ik weet niet of dat iedereen daar nog iets op zegt. Ik wil er in het dorp niet van zeggen, maar dat is gewoon een kwestie van opvoeding. Ja, maar dat weet ik niet meer. Ja, hier ben ik daar wel mee eens. Daar ligt de basis en dat is heel lastig om dat op te lossen. Ja, waar komt dat vandaan? Dat zou ook heel goed komen van mensen die maar eventjes passend zijn. En ja, dan zou je misschien kunnen vragen dat die wat extra voorzien moet. Dat zou best wel kunnen. Ja, volgens mij is dat. Ja? We gaan afronden. Ja. Ik denk dat deze avond een groot succes geweest is, althans wel ik te ervaren, hopelijk u ook. Maar dat kan niet alleen, dat kan alleen maar doordat we gewoon 4 geweldige kanjers hebben van lijsttrekkers. En ik wens u allemaal heel veel succes met de keuze. En kies, maak in elk geval gebruik van uw recht. Dat wil ik nog wel even meegeven. Maar deze avond had niet anders kunnen verlopen als wij geen 2 geweldige leiders hebben gehad. Karin en Hans.